Buongiorno! Vandaag hebben we de BMW M4 Cabrio meegenomen. En ik zeg buongiorno, want hoewel dit een overduidelijk Duitse auto is, is die ook uitgevoerd in de Ferrari kleur Grigio Telesto. En het is gewoon een hele indrukwekkende, supersnelle, open BMW. En in deze film gaan we er alles over vertellen. Ja, want zoals bij een echte BMW M4 Cabrio draait het natuurlijk om het totaalpakket. En het totaalpakket van de M4 Cabrio is bijzonder indrukwekkend. En helemaal als de hier getoonde Competition met X-Drive. Want deze auto wordt aangedreven door een 3 liter biturbo die 510 pk levert. Het wordt in principe over alle vier de wielen verdeeld. Maar het is ook mogelijk, dankzij het intelligente X-Drive systeem, om het louter naar de achterwielen te sturen. De transmissie is een ZF8 die we al kennen uit de F90 M5. En ja, alles aan deze auto is indrukwekkend. We hebben het niet uitgeprobeerd, want de M4 mag natuurlijk niet zo hard. Maar deze auto is voorzien van het M-Drivers Pack, waardoor de topsnelheid van 250 omhoog gaat naar 280 km per uur. De standaard sprint van 0 naar 100 duurde in dit geval slechts 4 seconden. Wat het grappige is aan de moderne BMW M4's, daarentegen, vroeger was een M3 coupé of een M3 cabrio was echt een hardcore auto. En als hij een atmosferische motor had, dan moest je enorm trappen om al dat vermogen eruit te krijgen. Het waren natuurlijk altijd wel snelle auto's, want het was een topmodel. Maar je moest daar echt voor werken. En deze auto kun je elke dag rijden. Laat zich moeiteloos van onderuit. Er is al heel veel koppel beschikbaar. En het heeft als bijkomend voordeel dat je die iedere dag mee gaat rijden, dat die bovendien nog opvallend zuinig is. Want hoewel deze auto 510 pk levert, kun je er echt heel eenvoudig 1 op 10 mee rijden. En dat is iets dat was vroeger was dat ondenkbaar. Ja, en dan het rijden. Voor het mooie hebben we het kapje er even afgedaan. Want ja, het is natuurlijk tenslotte toch een cabrio. Maar ja, hoe rijdt het dan? Goh, verrassing. Dikke lol. Ja, deze auto heeft een legio aan instelmogelijkheden. Een van die instelmogelijkheden is de spotuitlaat. Die kan aan of uit. Het onderstel kan op hard of zacht. De besturing kan op fel of langzaam. De reactietijd van de motor kan wat heftiger of wat minder heftig. En door dat allemaal stukje bij beetje aan te passen, ja, creëer je gewoon de rijbeleving van je dromen. Of de rijbeleving die past bij de situatie waar je op dat moment in zit. Rijd deze auto namelijk iedere dag, ja, dan hoeft het allemaal niet zo hyperscherp en zo gefocust. Maar, en dat kan natuurlijk ook, ben je in de Eifel, kom je ineens bij een tolweg en wil je een rondje rijden om die befaamde groene hel, dan kan dat ook. Want het is een echte M4. En met die X-Drive kunt u er gewoon elke dag van het jaar mee rijden. Wat deze auto daarnaast ook heeft, kunnen we helaas niet demonstreren. Want ja, ik moet toch ook nog een klein beetje op de kleintjes letten. Dus ik kan niet een hele set banden opgummen. Maar deze auto heeft ook de BMW M Drift Analyzer. En met die Drift Analyzer kunt u precies vaststellen hoe goed of hoe slecht, een beetje afhankelijk van wie u vraagt, u bezig bent met het driften. Dus hij houdt lengte, hoek, snelheid, alles houdt hij bij. Ja, dat is fantastisch. Dat is simpelweg een weergaloos systeem. Eigenlijk misschien maar 1 of 2 keer per jaar nodig. Maar ja, voor die tijd ben ik toch blij dat het erop zit. Ja, en om het duale karakter van die auto even te benadrukken, hebben we het dak even dicht gedaan. Ja, en als je dan ook nog even die sportuitlaat uitzet, dan is het eigenlijk gewoon een 4-serie. En dat is wat de kopers van dit soort auto's zo ongelooflijk aanspreekt. Want die kap, die is dan wel van canvas van buiten, maar onderhuid zitten nog steeds stalen platen in. Dus hij is net zo stil als de vorige generatie, zo niet stiller. En het maakt dat het echt heel comfortabel is om ermee te rijden. Want ja, het is gewoon echt een auto die je iedere dag van de week kunt gebruiken. Ja, toegegeven, het is niet het beste cabrio weer om zo'n auto te testen. Maar ja,
het is ook een super veelzijdige auto die je op elke dag van de week zou kunnen rijden. Dus wat maakt het weer dan uit? Dat is in het kort alles dat we over de M4 Cabrio willen vertellen. Mocht u nou geïnteresseerd zijn in deze M4 Cabrio of ons ook extreem mooie Tulum Blue Frozen Cabrio of een van onze andere auto's, kijk dan op onze website www.bergwerfbmw.nl of kom langs in onze showroom in Gorinchem. En mocht u nou al zover hebben gekeken, klik dan ook nog even op die abonneren knop, want dat helpt ons kanaal weer verder. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende film van Bergwerf BMW.